RoboHouse is een Smart Industry Field Lab waar innovatieve bedrijven, maar ook individuen kunnen kijken wat ze kunnen doen op het gebied van robotica. Dat doen we zowel op hoger niveau met roadmaps, maar ook op lager niveau door bijvoorbeeld gewoon prototypes te maken met bedrijven hier in het ecosysteem, dan wel met studenten. De Miner is een onderwijsprogramma aan de TU Delft waar studenten van verschillende achtergronden leren om samen te werken in een team waarbij de focus ligt op het multidisciplinaire. Bedrijven zijn op dit moment steeds meer op zoek naar studenten niet die alleen hun eigen discipline kunnen, maar juist ook kunnen praten met collega's die een andere achtergrond hebben. Dat is echt precies wat ze hier in deze Miner leren, door een prototype te maken van een robot voor een klant. Ja, het leuke aan deze Miner is dat het heel erg interdisciplinair is. Dat heb je nergens anders in je bachelor. Normaal werk je samen met mensen van je eigen studie en je spreekt dezelfde taal en je kent dezelfde vaktermen. En hier zijn het allemaal mensen van verschillende studies en dan zie je dat het echt best wel heel lastig is om te communiceren. Want dingen die jij vanzelfsprekend vindt, vinden andere mensen soms heel raar of snappen ze niet. En daar moet je een soort weg in zien te vinden. En ik denk dat dit eigenlijk de enige manier is om dat te doen, door het gewoon te proberen. En dat zie je eigenlijk alleen in deze Miner terug. Met de toekomst van robotica, ook in supermarkten, moeten we zeker niet onderschatten. Omdat we heel veel werk doen wat zwaar is en waar medewerkers veel ondersteuning kunnen gebruiken. Dus de toekomst zonder medewerkers, dat zie ik absoluut niet. Maar ik denk dat we goed ondersteunen kunnen met robots die dingen kunnen helpen met tillen of iets aan kunnen geven. Werk wat medewerkers niet per se leuk vinden en waardoor ze meer tijd hebben om met klanten bezig te zijn of echt het werk wat ze leuk vinden te doen.